De vlag is omhoog en de vlag is ook omlaag. En dat betekent dat de start van de tweede ponykoers van vandaag van start is. Dylan van Toor en Wammes, zij gaan samen aan de kletter. Hebben nu wel de leiding en lopen nu ook weer in draf. Zij hebben 3-4 ponylengtes voorsprong op Jill Overmeijer en Rakker. Die goed gebruik hebben gemaakt van hun goede startnummer. En zij zijn aan de binnenkant nu opgeschoven naar plek 2. Chris Wever en Spotty, zij hebben iets meer moeite. Zij liggen op plek 3. En ondertussen zijn het ook Cecilia Visser en Lenny. Zij liggen samen op plek 4. Vanuit het achterveld zien we Frederik Haargort en Jack Hart opkomen. Hetzelfde geldt voor Noah Lindas en Snowy, maar beide ponies liggen nog wel ver achter de kop. Het zijn nog steeds Dylan van Toor en Wammes. Zij gaan proberen het veld de laatste bocht in te leiden, maar daar komt nu de aanval van Frederik Haargort en Jack. En zij gaan het met het ingaan van de enige en dus ook de laatste bocht van vandaag de leiding over te nemen, terwijl dat Cecilia Visser en Lenny nu de eerste plek bemachtigen. Frederik Haargort en Jack, zij komen vanuit het dode spoor oplopen, terwijl we bijna halverwege die laatste bocht zitten, wordt de leiding overgenomen door Frederik Haargort en Jack. Zij gaan proberen net als haar moeder in de voorgaande koers een ruime voorsprong te nemen om het laatste rechte stuk op te komen. Het zijn Frederik Haargort en Jack. Zij hebben een geruime voorsprong. Terwijl we nu 3-4 dik Marije Gedanis en Vita hardop zien komen. Terwijl Cecilia Visser en Lenny nu een beetje terugvallen. Zijn het Frederik Haargort en Jack. Zij gaan als eerste de laatste rechte lijn opkomen. We zagen haar moeder net winnen. En Frederik Haargort en Jack zijn hard op weg om een Haargort dubbel hier te maken. Hier op de Alkmaar Zieterf Arena. Terwijl het Marije Gedanis en Vita zijn. Die ook nog een keertje één laatste poging gaan doen na de winst. Hetzelfde geldt voor Inane van den Burg en Merel. Zij gaan nog richting plek 2 met een paar galopaden passen. Maar de overwinning, die is binnen. Frederik Haargort en Jack, zij winnen met speelsgemak voor Marije Gedanis en Vita. Derde plek voor Inane van den Burg en Merel. Een vierde plek voor Fake Kistenmaker en Dayton. En een vijfde plek nog voor Cecilia Visser en Lenny.